Vodafone Nederland heeft vrijdag in Eindhoven een nieuw kantoor speciaal voor de zakelijke markt geopend. Burgemeester Rob van Gijsel van Eindhoven verrichtte de officiële opening. Hij deed dat samen met Gerard Kleisterlee, president-commissaris bij Vodafone Group, en Jens Schulte-Bokkum, CEO bij Vodafone Nederland. Ik denk dat Vodafone daarmee een prima keuze gedaan heeft. Eindhoven is een van de meest innovatieve regio's in heel Europa. Het heeft een fantastische hogeschool, een high-tech campus, een aanbod aan arbeidskrachten. Wat Vodafone nodig heeft, wil het de oplossingen kunnen brengen naar zijn klanten, zowel professioneel als consument, die nodig zijn. Dus ik denk dat Vodafone in Eindhoven grote toekomst tegemoet gaat. Het pand dient niet alleen als kantoorlocatie, maar ook als bezoekerscentrum en demonstratieruimte voor zakelijke klanten. Ja, het pand is een kantoorpand, maar we hebben hier ook een Customer Solution Center. En dat is een omgeving waarin wij klanten onze mobiele en geïntegreerde telecomoplossingen kunnen laten zien. En we hebben hier ook machine-to-machine oplossingen. Je kunt met je mobiele telefoon je beveiliging van je huis uit of aanzetten of je verwarming regelen. Het nieuwe kantoor is volledig ingericht volgens de filosofie van het nieuwe werken. Dus dat betekent dat alle werkplekken flexibel zijn en dat er heel veel ruimtes zijn waar mensen bij elkaar kunnen komen voor sociale interactie. In het nieuwe kantoor gaan ruim 200 medewerkers aan de slag.